Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering. Jee, ik kwam niet uit mijn woorden. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Het is tijd om misschien... Nou, we hebben nog niet echt een questje waar we op naar zoeken. Daar zijn we nog mee bezig op dit moment. Maar we willen eigenlijk een broom upgrade, maar helaas zit dat er nog niet in. Dus wie weet komt dat vanzelf. Heeft dat iets van tijd nodig? Wat we gewoon gaan doen, we gaan gewoon de map volgen. Kijken of we wat kleine dingetjes... Zoals Merlin Trials of zo kunnen doen. Hier zit bijvoorbeeld zo'n verrekijker ding. Daar kunnen we eerst eens even naar kijken, naar dat verrekijker ding. Laten we jup. En kijken of we die meteen kunnen completen. En zo gaan we eigenlijk een beetje weer wat... Wat coole dingen achterna. Oh, fuck. Should prove useful once the sun's down. Oh, ik dacht dat het iets was om op te pakken. Oh, dit kan alleen in het donker, natuurlijk. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Hoppatee. The lion. En er zit hier meteen een cave in de buurt. Wel met enemies ervoor, zo te zien. Het zijn in Fury, die zijn niet zo, zullen niet zo blij zijn met. Zo. Hoppatee, easy win. Goed, hier is dus zo'n met een level 3 lock en die heb ik nog niet. Allo Amora level 3, so sad. Die kunnen we dus nog niet doen. Oh, er zou er nog eentje heel dichtbij in de buurt moeten zitten. Hier beneden. Oh. In Forbidden Forest. Oh, nog meer in Fury. Kutzooi. Incendio. Confringo. Accio. Leviosa. We do be loving chests. Kunnen we die wel... Oh, die wel al doen? Ja, level 1 lock. Die kunnen we gelukkig wel doen. Hoppatee. Hallo. This could prove dangerous if I'm not careful. Nice. Die cave hebben we gefixt.
Even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Hier in de buurt in ieder geval. Oh. Ja, die cave kunnen we dus niet doen. Nou, er zitten hier van die foes. Die zouden we kunnen proberen uit te roeien. Ik hou niet zo van die foes, maar we moeten toch wel proberen. Ze zijn niet mijn favorieten. Zeker. Oeh, een rampant duckbalk. What the fuck is dat? Nou. Die beesten doen veel damage. Zo, de lethal damage. Nice. Dat deed veel te veel damage voor mijn gevoel. Staat hij nu nog op de map? Want ik heb hem wel verslagen. Nee, hij staat niet meer op de map. Oké, nice. We gaan daar wel, vliegen we wel even naartoe. Wel. What do you have in store for me this time? Dat is de grote vraag natuurlijk. Wat heeft hij in store deze keer? Ik zie test rolls, maar. Oh, in Fury. Yo! Kaboomy! Kaboomy! Ik ga iets besluiten. Ik ga even die doen. Ah. Daar moet hij in ieder geval, de bal. En ik heb, als het goed is, hier. Moeilijk. Ook weer gefixt. Hoppatee, hoppata. Oh, ik moet trouwens even dit doen. Die grotto konden we niet doen.
Hier zitten best wel veel grotto's. Hier zit ook zo'n camp van die dudo's. Oh, hier zit een grotto in de buurt. Laat ik de grotto in de buurt pakken. Waar is die? Daar. Nou, oh, wel heel dichtbij. This looks intriguing. Oh, enemies niet hier in de grotto. Your poaching days are over. Nice. Okay. Is dit ook waar de... Nee, dat niet. Okay. Er zit hier dus een camp van dudes en dudetten. Laten we daar naartoe gaan. Ook super in de buurt. They teach the dark arts at other schools. Why should Hogwarts be any different? Dit is wel funny om op deze manier te doen. Oh, I'm gonna enjoy this. Nou, zo ziet me. Auw. Wat de fuck gebeurt er? Wat is dit? Wat gebeurde er? Holy shit. Ja, deze is gecompleet. Nice. Kijk, Small Bandit Camp. Die kunnen we wel even doen. Laten we gewoon lekker al die Bandit Camps en zo afgaan. Voor de XP kan het sowieso geen kwaad. En we kunnen Deeks een ding nog eventjes doen straks, want we hebben straks een testrol gebreed.
I'm most pleased to be included. Waar is de laatste balloon? Oeh, dit is wel zo'n platform. Ik moest van die platforms doen. Dat weet ik nog wel. Nice. Oké. Ik was naar daar naartoe aan het gaan. Is that you, Roiland? Telling the poking errand to attempt spiders. Not worth the trouble, if you ask me. Perhaps I shall scout around Felt. Easy. Alohomora. Sesame open nu. Daar is de poacher's trash. Trashier. Nice. Ook weer gefixt. Kunnen hier naartoe gaan. Naar zo'n cave. Oh nee, ik ga hem zo voortaan besturen. Oeh, daar is die laatste ballon, of niet? Ja, die pakken we wel even. Revelio. Ah, daar is de stone. Incendio. Nice. I should investigate. Revelio. Zo, die cave hebben we ook opgelost. Al zit hier boven een camp. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Die.
Oh, dit wordt vechten. Boom. Deze zijn erg lastig, heb ik al in de gaten. Inderdaad, vraag van, hebben ze toevallig weg en wel drankjes laten liggen? Deze keer niet, ben ik bang. Oeh. Maar wel een cave, inclusief de ingrediënten voor weg en wel drankjes. En gewoon een cave waar je vrij naar binnen mag, dat is altijd fijn. Kijk, dan is het nu denk ik tijd om heel eventjes naar de room van requirement te gaan. Want dat is de room die ik require. Kibooming. We kunnen eerst even naar de testrolls gaan kijken. Want die is als goed is klaar. Ja, die is klaar. Nice. Nu heb ik 3 testrolls. Nu moet ik zo met Diek praten, maar eerst even weg en wel drankjes maken. Die zullen allemaal klaar zijn. Nee. Oh, die zijn nog niet klaar. Of wel? Jawel. Oh, je tools, mijn toolslots zijn vol. Kan dat ook nog? Inventory. Tools. Blijkbaar kan dat ook nog. Big oef. Oké. Dan moeten we maar gewoon zoveel mogelijk drankjes maken als het maar kan. Zo, drankjes maken. Ik kan drankjes blijven maken zo. Daar hoor van. Lekker wat weg en wel drankjes.
nog. Je kan er niet meer carryen. Wat is dit nou weer allemaal? Dit en die wel gelukkig. Dat kan nog steeds niet. Die is nog niet klaar. Oké. Prima. Diek. Yo. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Ja, heb ik gedaan. And use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. Wat heb ik al gedaan? Groom and feed the offspring. Dat wist ik niet. Hey offspring. Eight. I should let Deke know about the newborn Thestral. Ik ben er. Dickie boy! Test roll is klaar, yo. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale. That is not fine, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Cute, nice. En een hoop XP, dat is altijd fijn. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.